De Friday Move komt live vanuit België, vanuit Knokke-Heist. En bij ons is aangeschoven Sophie in het veld. Wij kennen haar als voormalig Europarlementariër voor D66. Nu alleen nog maar Europarlementariër, Sophie. Welkom bij de Friday Move, welkom bij BNR. Ja, deze week Wopke Hoekstra is benoemd tot eurocommissaris. Vind je dat een besluit dat jouw goedkeuring kan verdragen? Of zeg je nou, ik had het graag anders gezien? Nou ja, ik had het wel graag anders gezien. Kijk, hij heeft in zijn hoorzitting zeg maar alles laten horen wat het Europees Parlement graag wilde horen. Of hij dat ook in de praktijk gaat brengen, daar zullen we scherp op letten. Maar wat ik erg jammer vond is, dit gaat over een periode van nog maar, laten we zeggen, een half jaar, drie kwart jaar. Ik had eigenlijk graag gezien dat de Nederlandse regering iemand had voorgedragen die ervaring had en die gewoon meteen vanaf het eerste moment aan de slag kon. Namelijk Diederik Samsom. Ja. En het gaat me niet om hem. Het gaat me erom dat de Nederlandse regering zo'n post kennelijk alleen maar ziet als een soort post in de hele tombola van nationale politiek. En ik vond dat een heel treurig signaal als het gaat over hoe Nederland in Europa staat. Ja, ik dacht eventjes dat je op het punt stond om te zeggen als een post in het kader van de nationale baantjes die verdeeld moeten worden. Nou ja, bijna wel ja. En ik denk dat Europa veel te belangrijk is om op die manier behandeld te worden. En het gaat er niet om, meneer Hoekstra gaat zich ongetwijfeld inzetten. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het signaal wat is gegeven vanuit Nederland. En ook het feit dat kennelijk premier Rutte dat gewoon in zijn eentje heeft beslist of zo. Dat geeft wel aan hoe het kabinet, het Nederlandse kabinet, in Europa staat. En ik vind dat geen positief signaal. Vind je dat slecht voor de geloofwaardigheid van de politiek in Nederland? Dat is aan de mensen zelf om te bepalen wat ze hiervan vinden. Maar je geeft in ieder geval. Ik vind het een slecht signaal over Europa. We zitten in een fase, we hebben oorlog, klimaatrampen, inflatie. Allerlei hele, hele grote uitdagingen, migratie. En dan moet je het signaal geven dat je Europa zo sterk mogelijk wil maken. En dat je daar de mensen heen stuurt die ook gewoon meteen aan de slag kunnen en daar impact kunnen hebben. En ja, dat is hier niet het geval. Want ik zeg altijd maar, van als je naar Brussel komt, dan heb je eerst een jaar nodig om de weg te vinden naar de toiletten en de postvakjes. En pas daarna kan je misschien een beetje impact maken. En ja, hier heeft de Nederlandse regering, of in ieder geval Rutte, kennelijk de voorkeur gegeven aan de interne politieke verhoudingen in Nederland boven het sterker maken van Europa. Ja, jij weet die weg naar de toiletten heel erg goed te vinden en andere plekken in Brussel ook. Als je het hebt over de geloofwaardigheid van de politiek, we zien dat natuurlijk nu in Nederland Pieter Omtzigt met zijn nieuwe partij grote furoren gaat maken, dat allerlei politici daarnaar overstappen. En jijzelf besloot onlangs zomaar om D66 vaarwel te zeggen en lid te worden van Volt. Nee, het woord zomaar is hier echt zeer misplaatst. In de ogen van de buitenwereld. Dat klopt niet. Ik ben 30 jaar lid geweest van D66. Het was absoluut geen makkelijke beslissing om dat op te geven. En dat blijft ook gewoon wel een soort open wond. Je geeft dat niet zomaar op. Hè. Het is een club waar je vrienden zitten, waar je zoveel mee samen hebt gedaan. Toch waren er zwaarwegende redenen om daar uit te stappen. En vervolgens heb ik gekeken van welke partij past er goed bij mij. En dat is Volt. Zeer pro-Europees, veranderingsgezind, groen, progressief, liberaal. En dat past goed bij mij. Het is een hele nieuwe club. Je hebt je vertrek bij D66 aangekondigd in een felle openbare brief, mag ik wel zeggen. Waarin die heb je gedeeld met de leden. En daarin trek jij de conclusie, en ik citeer, dat de sociaal-liberale, progressieve, radicaal pro-Europese visie van Volt beter bij jou aansluit dan die van D66. Hoe ben je bij Volt ontvangen? Kwam je in een warm bad terecht? Of werd daar gekeken met enig wantrouwen naar jou als iemand die zoveel jaren het standpunt van D66 heeft vertegenwoordigd? Nee. Ik ben zeer warm ontvangen. En Volt is. Het aardige aan Volt is dat ze niet alleen maar inderdaad progressief, sociaal-liberaal, groen, radicaal pro-Europees zijn. Maar dat ze ook pan-Europees zijn. Volt bestaat in 30 Europese landen. Dus ook in alle Europese EU-lidstaten. Dus je hebt meteen ook een heleboel nieuwe vrienden in andere landen. En ik ben daar buitengewoon warm onthaald.